Ter voorbereiding op zijn hoofdrol in de locatietheatervoorstelling Leegwater kreeg Bert Visser vrijdag les in flyboarden. Flyboarden is een nieuwe extreme watersport waarbij sterke waterstralen de persoon over en door het water kunnen laten vliegen. Deze stunts zijn onderdeel van zijn rol in Leegwater, een grootschalige drive-in theatervoorstelling rondom de koppige pioniersgeest. De voorstellingen zijn van 11 tot en met 22 september te zien in en op het water halverwege de afsluitduik. Het is voor het eerst dat flyboarden bij een theatervoorstelling wordt ingezet. Succes! Nou, dank! Bert Visser kruipt voor de reeks theatervoorstellingen in de huid van de 21ste eeuwse uitvinder Leegwater. Een rasoptimist die lak heeft aan doemdenkers en op geheel eigen wijze zijn tanden zet in het vinden van nieuwe energievoorzieningen. Wars van tegenslag en tradities schept hij zijn nieuwe wereld of iets wat daar in de buurt komt. Leegwater is een productie van Buoch, bedenkers en uitvinders van ongewone gebeurtenissen.